Ja, kijk, dit is hem. Yo, Nintendo fans. Op zaterdag 6 november tussen 7 uur en 8 uur 's avonds kan je tegen mij racen in Mario Kart 8 Deluxe. Ik ben dan live op twitch.tv/Rikachu. Omdat de Mario Kart 8 Deluxe Autumn Cup van start gaat. En tijdens deze wedstrijd kan je hele vette prijzen winnen. Zoals de Hori Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe. De Lego Luigi set. En deze Red Shell. Maar hoe je deze kan winnen, dat vertel ik je later in de video. Vul van tevoren deze code in. Hij staat ook in de beschrijving. En als het goed is, zie je dan staan de Autumn Cup en de exacte datum en de tijd dat die van start gaat. En deze video is om jou optimaal voor te bereiden, want ik geef jou mijn 10 favoriete shortcuts in Mario Kart 8 Deluxe. De eerste shortcut die ik ga uitleggen is op deze fantastische Rainbow Road. Let's go! We hebben een goede start. Vervolgens gaan wij hier naartoe. Dit is bocht nummer 1. En dan kom je gelijk weer uit in bocht nummer 2. En dan kom je op een gegeven moment, als je hierop gesprongen hebt, bij die groene en die rode pijlen uit. Nou, dan ga je gewoon, zoals je dat altijd doet, deze kant op. En dan wil je de rechterkant pakken. Dus je pakt de rechterkant hier door die, ja, door die boost dingen. Vervolgens ga je nog door de eerste bocht heen. Allemaal geen probleem. En op het moment dat je dit dingetje ziet, ga je rechtdoor er vanaf. Deze kant op, zo. En vervolgens ga je ook hier recht vanaf. Ja, dat zou je met een mushroom kunnen doen. Oh, en normaal gesproken land je dan iets beter. En kan je gelijk door richting de finish. En dat is een behoorlijk stukje sneller dan dat je normaal gewend bent. De Wilde Wolkenweg heeft er eigenlijk 2. En eentje zit net voor de finish en eentje zit net na de finish. De eerste kennen jullie denk ik allemaal wel. Erg leuke baan moet ik zeggen. De eerste is deze. Deze zorgt ervoor dat je best wel snel gaat, want je kan gelijk 3 boosts pakken. Ik pakte er nu net 2, maar je kan dus ook de derde pijlen nog pakken. Vervolgens kom je op een gegeven moment hier uit en je ziet hem eigenlijk al staan. De 2 blaadjes daar aan de zijkant kan je pakken. Deze is best wel moeilijk. Dit is altijd een risico, maar hij is nu gelukt. En dit zorgt er ook voor dat je bocht aan het einde een flink stuk sneller gaat. En ook in Shy Guys Kristalmijn zit een behoorlijk goede manier om af te snijden. Die zit zo'n beetje bij het einde van het level. Op een gegeven moment kom je hier aan en dan ga je vliegen. En eigenlijk wil je dus hier langs de bovenkant, want dan kom je net even iets makkelijker uit. Hier ga je naartoe en dan ga je rechtdoor tussen deze 2 dingen heen. Hier heb je een paddenstoel voor nodig. Hier wil je een klein beetje remmen, zodat je een beetje goed uitkomt. En kijk eens hoeveel tijd dat scheelt, jongens. Dat scheelt heel veel tijd aan het einde van de race bij de Shy Guys Kristalmijnen. Dan Mute City. En deze heeft een aantal hele zieke shortcuts waar je de halve baan over vliegt. Ik zal een beetje de makkelijke voor jullie pakken. Althans, makkelijke. Als je hem moet zoeken, dan is die misschien nog wel lastig. Maar ook deze zit bij het einde van het level. Natuurlijk is het ook altijd handig om shortcuts als deze te pakken als je een mushroom hebt. Dat maakt het ook best wel sneller. En net voordat je hier komt, kan je hier naar de zijkant. En als je dit goed doet, wat ik nu niet doe, dan hoef je dus al deze bochten niet meer te nemen. Maar goed, als je mushrooms hebt, kan je hem ook zo nemen. Ik ga even voor poging 2. Nou, hij lukte net niet, jongens. Omdat je hier dus wel een mushroom voor nodig hebt. Anders gaat het niet goed. Net voor deze pijlen ga je hier naartoe. Gooi je een mushroom. Gooi je eventueel nog een mushroom. En dan kan je in één keer zo door. En als je dit goed timed, dan haal je dit dus precies zo rechtdoor. Super nice. Hoef je al die bochten niet te nemen. En kan je ook niet geraakt worden op het einde voor het finish. Althans, je kan altijd geraakt worden, maar niet zo makkelijk. Hyrule Circuit is een van mijn favoriete banen, want hey, hij heeft met Zelda te maken. Dus dat vind ik super vet. Je ziet daar al een ramp, die zou je kunnen pakken. Als je een mushroom hebt, zo hoppakee. Als je er dan nog een hebt, dan zou je ook nog hier rechtdoor kunnen gaan. Super handig. Maar de tofste is natuurlijk in het kasteel zelf. En daar zou je de hulp van nodig kunnen hebben van andere characters. Want op het moment dat jij alle pionnetjes hier raakt, of wat het zijn. Kijk, deze dingetjes, die moet je allemaal raken. Al die kristalletjes. Zo. En dan is er daar nog één. En dan kan je dus rechtdoor. Hoppakee. Of niet. Ik heb even de hulp van mijn maten ingeroepen, jongens. Let's go. Laten we de poort gaan openen. Een andere shortcut die je hier echt wil nemen als je een paddenstoel hebt, is deze. Kijk hoe erg je hem dan afsnijdt. Dan moet je alleen wel even goed door blijven rijden, want anders schiet het nog niet op. Kijk, hè. Eindelijk is de poort open. Dan kan je dwars door het Master Sword. En dat is natuurlijk gewoon super, super vet. En nog even snel de race winnen met mijn 3 bananen protection. Ja, oké, we hadden nog gewonnen. Daar kwam die bijna, jongens. Het rode schildje. En deze kan je dus winnen als je op zaterdag 6 november tussen 7 en 8 meedoet aan de Mario Kart 8 Deluxe Autumn Cup. Deel die avond je beste, grappigste, spannendste of gewoon leukste clip op Twitter met de hashtag Autumn Cup.
en je maakt kans op deze plusje. Oh, en trouwens, we geven er niet één, maar 3 weg. Let's go! Oké, deze baan, het sprintlint, heeft een paar van de meest zieke shortcuts in heel Mario Kart 8 Deluxe. Op een gegeven moment kom je hier op dit blauwe lint en dan wil je eigenlijk bijna gelijk naar de rechterkant. Je wil namelijk hierop, bij deze gigantische beer, en dan kan je gelijk nog een keer rechts. Oh, dan moet je een klein beetje geluk hebben. Doordat ik net wilde driften, sprong ik en kwam ik in een speedboost terecht. Even kijken of deze poging wat soepeler gaat. Hij is moeilijk hoor, hij is tricky. Go, ja. Oeh, ja. Kijk, dit was een hele soepele. En nu deze nog. Deze shortcut. Juist, kijk, dit is een mooiere. Dan, Yoshi's Circuit. Ik denk dat jullie deze allemaal wel kennen. Want ik zeg altijd tegen jullie dat je altijd achter de waterval moet kijken. Je gaat een beetje vanaf links en dan stuur je in naar rechts. Want anders kom je dus niet lekker uit in deze bocht. Als je deze rechts pakt, dan gaat het niet zo lekker. Ik zal hem nog een keer voordoen. Dus je komt hier aan. Dan pak je een beetje deze bocht. Dan kom je links en dan stuur je dus met je paddenstoel in naar rechts. En dan kom je zo, hoppakee, gelijk uit voor de volgende bochten. En zelf vind ik het dan altijd heel chill om achter deze piranha plant zo door te boosten. Zodat je gelijk in één keer weer op koers ligt voor deze bocht. Yoshi's Vallei heeft niet echt hele duidelijke shortcuts. Maar hier kan je meerdere wegen pakken, zoals je misschien wel weet. Maar wat is nou de beste weg? Nou, dat is deze. Als je hier naar links gaat en dan gelijk over dit bruggetje gaat, ook weer links gaat. Dan, hoppakee, kan je zo boosten. Dan heb je eigenlijk de snelste weg op Yoshi's Valley. Oh, als je de brug hier over gaat trouwens, dan heb je nog wel een leuke shortcut. Tenminste, als je een paddenstoel hebt, want dan kan je deze pakken. En dan hier ook nog de binnenbocht. En dan lig je alweer op koers voor de finish. Wario's Winterberg vind ik een van de leukste banen in deze game. En hier heb je 2 best wel interessante shortcuts. 2 best wel goede shortcuts ook. En dan bedoel ik niet bijvoorbeeld deze ramps die je kan pakken. Het is net voordat je deze grot ingaat. Je kan hier namelijk zo, hoppakee, deze shortcut nemen. Waardoor je bocht gewoon iets minder lang wordt. Ja, die is gewoon ideaal. Je zit gelijk lekker in de wedstrijd. En op een gegeven moment heb je deze ramp. En hier kan je links of rechts. Je hebt hier eigenlijk een mushroom voor nodig. Maar wat wij willen is gewoon lekker rechtdoor gaan. Kijk eens hoeveel tijd dit scheelt, jongens. Ideaal. En je ligt gelijk op koers bij de boomstam om daar ook nog wat speedjes te pakken. En dan moet je alleen niet tegen een boom aanrijden. Op toadspoolbasis heb je er ook weer 2. Deze weet ik niet of ik zou snel aanraden. Want deze zijn best wel lastig om te pakken. Maar ik wil ze toch even aan jullie laten zien. De paden zijn glad en de wegen zijn kort. Kijk, hier kan je dan naartoe. Zo. En dan kan je hier naartoe. En dan kan je ook hier rechtdoor. Maar kijk, dit heb je al. Dit is dan wel lastig. En dan kom je hier uit en wil je deze boost pakken. En deze. En dan heb je daar ook nog zo'n randje waar je tegenaan kan knallen. Dus ja, voor die eerste heb je best wel wat oefening nodig eigenlijk. En dan heb je er natuurlijk hier ook nog eentje aan het einde. Deze durf ik eigenlijk ook nooit te nemen. Want, nou ja, je ziet het al. Dat gaat fout. Ik ga ze nog een keer proberen. Oké, let's go. Bap en bap. En, deze gaat alweer lastig. Dan hier naartoe. En dan hier naartoe. En dan wil je... Ja, oké, deze ging redelijk nu. En nu deze nog. Ja. Oh, nice. Oké, ja, die tweede is wel te doen. Maar alsnog een risicootje. Oké, ik weet dat ik al 10 banen heb laten zien waar een shortcut zit. Maar ik wil toch even kijken of deze ook nog lukt. Maar deze... Deze is echt moeilijk, dus ik ga full focus. Oh, en dit is natuurlijk Mario's Circuit. Het ding is namelijk, hier kan je deze gaan pakken. En dan kan je zo gaan vliegen en boosten. En dan kan je gewoon hier overheen. Je zag het, hè? Bijna gelukt. Oké, laten we kijken of dit lukt zonder mushroom. Want dan kan je namelijk gewoon hier overheen rijden. Oh, en driften. Oh, wat is er bijna? Go, 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 go. Waarom val ik in dat gat? Ja, kijk, dit is hem. En als je dan nog een mushroom hebt, ja, dan ga je gewoon knijtertje snel richting de finish. Heel vet, I like it. En van enthousiasme reed ik in het gras. Dat waren ze, mijn 10 favoriete shortcuts in Mario Kart 8 Deluxe. Nou, eigenlijk waren het er dus 11. Heb je hier wat aan gehad? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En heb jij ook een shortcut voor mij die ik nog niet heb laten zien? Laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie tijdens de Autumn Cup op zaterdag 6 november tussen 7 en 8 uur. Mazzel!